Zit er een beetje talent onder de Amsterdamse schaatsjeugd? Ja, zeer zeker. De afgelopen jaren zijn we zeker weer in opmars. En Amsterdam doet het wat dat betreft op het landelijk niveau. Doen we het heel goed bij de junioren. Met zelfs een nationaal kampioen tot 17 jaar in de gelederen. Femke Marcus. Mooie ploeg hebben we. Ze rijden allemaal hard. Maar jij bent toch de beste? Ja. Ja. Een echte Amsterdamse kampioen dus. Maar er zijn meer talenten. De 19-jarige Maaike Brinksma. En bij de jongens Wiebe Stassen. Vorig jaar nog vierde van Europa. Als jij thuis op de bank nu zit te kijken naar de Olympische Spelen in Sochi, wat denk je dan? Ja, dan denk ik, dat zou ik ook wel graag willen. Dat is wel heel vet. Op de 1500 heb ik nu 205 staan. Dat is nog wel een stuk verwijderd van de tijden die zij rijden. Maar nou, het is niet helemaal onmogelijk. De 3 kilometer is mijn beste afstand. En de 1500 ben ik ook goed in. Dus hier staat de nieuwe Irene Wüst voor me. Ja, ik hoop het. Maar voordat deze gouden dromen bijvoorbeeld over 4 jaar in Pyeongchang werkelijkheid worden, zullen er nog heel wat rondjes getraind moeten worden in Oost. Met de bocht moet ik erop letten dat ik wel goed bol blijf, want soms trekt mijn rug terecht. Volgend weekend zijn de helden van Sochi te bewonderen bij het NK Sprint en Allround in het Olympisch Stadion. Ik heb begrepen dat jij ook volgende week misschien wel in eigen huis in Amsterdam Nederlands kampioen gaat worden. Ja, misschien. Nou, ik rijd er wel. Maar of ik Nederlands kampioen word, dat wordt wel best wel lastig. Maar ik ben wel geplaatst, dus dat is ook al heel erg leuk.